Hallo, Nina? Hoe is het? Oh my god, een feestje! Ja, nee, dat heb ik wel. Tot straks! Even tongen. Hi allemaal en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe hotline. Vandaag niemand minder dan Nina! Yay! Nien, jij moet vandaag gesteld worden, maar waarvoor? Nou, ik ga toevallig dus vanavond naar een feestje. Ja. En ik weet dus nooit wat ik aan moet doen met een feestje, want je wil wel een beetje sexy, maar ook een beetje cool. Je wil wel dansen en cool. Uh-huh. Dus ik ben echt super slecht met mode, dus ik ben blij dat ik nu bij jou zit op de bank, want jij gaat me helpen, hoop ik. Ja, ik hoop dat je ook blij gaat zijn. Maar eerst moet ik dan natuurlijk wat meer over jou te weten zien te komen. Ja. Dus ik heb een aantal vragen. Spannend. Ze zijn over het algemeen mode gerelateerd en sommige een beetje een juicy question, maar okay. Dat komt helemaal goed. Welke fashion trend hoop je dat nooit meer terugkomt? Ik heb dus echt sowieso, ik weet niet eens wat de fashion trend op dit moment is. Ik ben echt een sukkel. Het enige wat ik weet is dat je nu flare pants hebt en zo. Of ja, ik weet niet eens of dat oud is, maar dat vond ik wel heel leuk. Nou, hele. Ik vind dus, maar volgens mij heb jij dat wel in je kast. Oké, spill it. No offense, maar ik vind dus van die hele dikke Balenciaga schoenen vind ik dus echt afschuwelijk. Ja, die heb ik. Maar vind je deze ook dan? Nee, maar kijk, nee, maar dit valt wel mee. Dit is ook trouwens niet heel chic. Dit is Yuki's sok. Nee, maar dit is wel. Nee, maar die zijn echt gewoon zo'n klomp of zo. En dan staat je maat op de voorkant. Ja, ik snap dat niet, maar dat zou wel ik zijn. Maar dat zou ik nooit kopen. Oké, nou dat scheelt je ook heel veel geld. Ja, dus, dat ook. Maar waar voel je je dan wel heel erg sexy in? In lingerie, denk ik. Maar dat is elke vrouw. Maar dat draag ik natuurlijk niet als ik buiten de deur ga. Zou ik wel heel grappig vinden. Ja, moet je ook weer scheid aan hebben. Maar ik denk, ja, gewoon een leuk jurkje of zo. En een hakje eronder. Gewoon lekker. Gewoon vrouwelijk. Vrouwelijk, ja. Hey, van welke aankoop heb je het meest spijt? Nou, ik koop dus eigenlijk nooit echt dure dingen of zo. Ik heb ook geen designer iets of zo in mijn kledingkast. Dus ik heb niet echt, ja, als het iets was, was het waarschijnlijk gewoon een t-shirt van 10 euro of zo. Ja, maar dus ik heb niet echt een, even denken. Ik kan echt niks bedenken. Nou, gelukkig. Hey, en wat vind je van de kledingstijl van je vriend? En welk item uit zijn kast wil je verbranden? Hij heeft echt, oh mijn god, ja, nou, Kel weet het wel. Ik vind zijn kledingstijl gewoon niet mijn ding. Laten we het daarop houden. Maar hij heeft één soort van, ik moet een clownsbroek. Maar het is een soort van geruit rooien met blauwe broek. Ja, ik vind het verschrikkelijk. En toen hadden we een shoot samen. En wat doet hij aan? Ja, dat doet hij expres om mij dan te jennen. Ja, doet hij die broek aan. Ja, ik vind het verschrikkelijk. Maar hij is wel uitgeroepen tot beste geklede man. Beste geklede man van Nederland. Ja, het is maar goed dat ik niet in de jury zit, denk ik. Want ja, ik vind het gewoon niet mijn ding. Maar hij heeft wel heel erg een uitgesproken stijl. Dat is ja, wel daarom. Leuk. En ik laat het hem ook lekker dragen, hoor. Maar hij doet wel dan, als we dan een keer date night hebben, doet hij gewoon even een net blouseje aan. En met een pantalonnetje en zo. Maar ja, dat is natuurlijk ook alweer gewoon Kel. Dus dat vind ik ook alweer leuk. Maar ik zou het anders doen. Wat vind jij de beste look die je ooit hebt aangehad? Mag ik even op mijn Instagram kijken? Tuurlijk. Oké, ik pak even mijn telefoon. Ik denk namelijk, als het echt een leuke outfit was, dat die wel ergens op mijn Instagram staat. Denk ik. Oh ja, maar dat is dan gesteld. Ik was met Glamour voor het winterboek in het buitenland aan het shooten. Oh ja, die waren foto's wel zo tof. Ja, en toen heb ik dus een of ander skipak aangehad van Moncler. Nou, dat vond ik echt geweldig. Ik haat dus echt windsport, maar dit maar zou als gewoon, als je in deze outfit mag, dan zou je nu in de oh, berg ja, wonen. Sowieso. Die vond ik echt heel mooi, ja. Ja. Maar die hebben wel, zeg maar, ik vind die Moncler pakjes, want ik volg zo'n Deens meid. En die is nu op windsport en die had gisteren dus ook zoiets aan, alleen mm-hmm. dan in een andere print. En toen dacht ik, gewoon seks op de piste. Ja, precies. Precies. Nou, en wij liepen dan ook helemaal met ons haar make-up gedaan en dan zaten mensen echt te kijken van, wat doen zij daar zo? Maar ja, ik voelde me wel helemaal helemaal fabulous. Fabulous op die piste, ja. De volgende vragen die ik ga stellen, moet je heel snel antwoord op geven. Ja, daar ben ik echt top in. Ja? Ja. Nee. Oké, hoeveel paar schoenen heb je? 4, 5 denk ik. Wat was je eerder? Zo weinig? Ja, ik ben echt gewoon, ik heb dus Dr. Martens. En ik heb gewoon en Dr. Martens. En Dr. Martens. En gewoon, het is niet gesponsord dit, maar dat draag ik, heb ik gewoon, ja, draag ik gewoon. En een hak. Oh, dit lijkt me zo relaxed. Ik heb zoveel paar schoenen dat ik soms dan echt
zeg maar geen keus kan maken. Dat vind ik wij dus hebben echt, dus, dat kan ik dus niet. Je moet, wij hebben dus laatst onze kasten uitgeruimd en we hebben gewoon echt 16 vuilniszakken vol naar het leger des Heils gebracht. Dan denk ik, ja, want wat je zegt, je vergeet gewoon soms items. En dan denk ik, ja, iemand anders wordt er misschien blijer van. Dus daarom heb ik ook zo weinig paar schoenen, denk ik. Want ja, ik hoef ik ook geen keuze te maken. Nee, en ik denk altijd, wat nou als ik dit ooit weer een keer ja, precies. Ja, ja, ja okay. Snap ik. Heel snel gaat het. Wat was je eerste baantje? In de tulpenkwekerij. Bollepellen. Wat is je favoriete scheldwoord? Kut. Een must-have beauty product. Chanel CC cream. Girly or tomboy? Girl, girl. Ik kan er niet zeggen. Girly. Burger King of McDonald's? McDonald's. Ja, ik ook. Netflix avondje of avondje stappen? Stappen. Pyjama of geen pyjama? Pyjama. Favoriete item uit je kast? Ik denk gewoon een zo'n lange truijurk dingachtig iets. Hoeveel kleedgeld kreeg jij vroeger van je ouders? Volgens mij kreeg ik geen kleedgeld. Nee, ik kreeg geen kleedgeld. Maar ging je gewoon af en toe met je moeder? Ja. Wat is je duurste aankoop ever? Nou, ik heb dus niet zoveel dure dingen, maar ik heb één toen ik ging slagen voor mijn hbo-diploma. Toen heb ik mezelf getrakteerd op een Celine zonnebril. Dat is mijn duurste aankoop. En draag je die nog steeds? Ja. Noem één van je slechtste gewoontes. Ik ben best wel emotioneel, ik kan heel snel janken. Ik denk dat, ja, ik weet niet of dat slecht is, maar het is wel... Ja, nou, niet slecht. Maar ik jank gewoon best snel. Dan wil ik niet huilen, maar dan moet ik huilen. Is dat ook bij films? Ja, alles. Echt. Ik keek dus vanochtend The Voice terug en dan moest ik gewoon janken omdat die mensen blij waren. Ja, het slaat helemaal nergens op. Ik heb dit een keer gehad met Ice Age. Dat is echt next level. Dit is echt niet oké, want ik jank bij Ice Age. Ik dacht gelijk, oh mijn god, ben ik zwanger? Dan word je emotioneel, maar ben ik niet. Maar dat dacht ik wel even. Nou ja. Nee. Nee. Oké. Wat is het slechtste cadeau wat je ooit van je vriend hebt gekregen? Heb je even? Nee, want ik weet dat het precies. Ja, ik weet dat het gewoon precies wat ik wil. Ik wou heel graag een kat, dus ik heb een kat gekregen voor mijn verjaardag. Joek? Ja, ik wil dat ook. Van Nina ook. Hij heeft tegen mij gezegd dat hij ook een kat wil. Waar hebben jullie die vandaan? Nee, ik wil die. Ik ben wat voor een is het? Het is een Britse korthaar, maar we hebben er twee. Ja, die wil je echt. Echt. Oh mijn god. Het is ook echt mijn beste vriendin. Het is echt heel erg. Je favoriete kledingmerk? Ik denk de Zara dan, als ik moet kiezen. Ja. Welk cijfer geef je je eigen kledingstijl? Ik denk een 7 min 6,8. Ja. Ik vind het geen 7 waard, maar het is ook geen onvoldoende. Je grootste angst? Ik denk geliefde verliezen. Wat zou je nooit dragen? Balenciaga's. wat is je favoriete serie? Riverdale. Willen jullie gaan trouwen? Ik wel. Ik ook. En zou je ook kinderen willen? Ja, ik zou heel graag moeder willen worden, als dat natuurlijk gegund is. Ja, leuk wel, hè? Ja, oh mijn god, ik wacht 100 kinderen. Wie is je BN'er crush? Of misschien wel gewoon celebrity crush? Shawn Mendes. Ja? Ja, ik vind hem echt schattig. Ja, ik vind hem ook wel leuk. Ik ga naar hem toe in maart. Nou, ik ga hem helemaal opdoffen. Ik heb helemaal zin in. Oké, dan nog een paar kleine dilemmatjes. Sneakers of hakken? Sneakers. Leer of kant? Kant. Velvet of bond? Fake fur. Bond, ja. Vintage of nieuw? Nieuw. Stippen of strepen? Strepen, sowieso. Jij draagt best wel vaak strepen, ja, of shirtjes met strepen. Ja. Strepen, ik hou van strepen. Oké, ik denk dat ik dus nu wel redelijk wat over jou te weten ben gekomen. Ja. Dus ik denk dat het tijd is dat we even door het rekje gaan. Mm-hmm. En gaan kijken wat voor look we kunnen creëren voor jou. Ik heb er echt zin in. Dus, tadaa, let's go. Oké, nou, ik had dus eigenlijk wat verschillende dingetjes in gedachten. Ja. Eerst dacht ik eigenlijk een heel sexy topje, maar toen dacht ik misschien vind je dat een beetje heftig. Too much. Ja. Dus ik was een beetje geïnspireerd na jouw vakantie. Oké. En ik dacht dit is wel echt zo'n heel cute topje. Ja, vind ik leuk. En dan dacht ik daaronder deze roze of rode velvet flare. En ik hoorde jou net zeggen. Dat is een trend. Flair, een trend. En die heb je in de kast. Dus ik dacht, heb je ook nog wel iets waar je je prettig in voelt. En ik denk dat het ook super lekker zit trouwens. Ja, deze is super zacht en lekker stretchy. Ja, leuk. Dus dit leek me wel wat. Oké. Okay. Zullen we hiermee beginnen? Ja. Alsjeblieft. Thank you. Je kan je daar omkleden. Okay. Let's go. Look nummer 1. What's up, what's up, what's up?
Een gangster moves? Oh, maar dit staat wel heel leuk. Ja, ik vind dit echt super. Ik vind dit blouseje echt super leuk ook. En deze broek zit gewoon... Alsof je een pyjama aan hebt. Precies. Ik vind het leuk. Ik vind het ook heel leuk. Kan je even een klein rondje draaien? Tidin, tin, tin, tin. Ja, en ik vind dus heel... Ja, ik hou dus heel erg op dit moment van als je een stukje buik ziet. Ja, daar hou ik ook van. En je kan het hebben. En je hebt een lekkere bruine buik nog van vakantie. Ja. Yeah. Dus... Ik vind dit wel een hele geslaagde look. Ik ook. Maar ik weet niet, ik denk dat ik dit gewoon een look vind voor jou voor in daily life. Ja, dit is niet misschien echt een feestjeslook, denk ik. Nee, ik denk dat we het een beetje moeten upspicen naar party look. Ja, een beetje stoerder misschien of zo. Maar gewoon een beetje... cute, but sexy, psycho. But nee, cute. Grapje. Nou, dat vind ik ook wel een beetje. Beetje. Dus ik zat te denken aan dit jurkje. Ja, love it. Vind ik echt heel leuk. En om het wat stoerder te maken, dacht ik deze leren jas. Heel cool. Ik vind die kleur heel mooi. Ja, een soort aqua. 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 Dus eigenlijk dacht ik van dit en dan gewoon met je Dr. Martens. Omdat ik denk dat je toch wel een beetje wilt dansen vanavond. Ja. En comfy. Mm-hmm. En dan kunnen we misschien zo meteen nog even kijken naar wat bling. Want draag je eigenlijk oorbellen? Nou, ik heb echt mijn leven lang gaatjes. Maar... Ik ben ermee gestopt, want ik kijk in de spiegel en denk ik, oh, ik vind bij anderen heel mooi. Maar ja, ik weet niet, misschien als ik net een goede ding heb, dat ik denk, joh, dit is echt leuk. Oké, dan wil ik dat misschien nog wel even proberen. Oké, want ze zitten er wel. Als Thank you. Oké, nou dan ga ik dit even passen. Tada! Ik vind het echt super leuk. Ik vind dit ook echt heel leuk. Ik ook. Wat zou Kelvin hiervan vinden? Vindt hij dit leuk? Ik vind het echt heel leuk, denk ik. Ja? Omdat het stoerder is en kleur en ik heb best wel veel zwart. Mm-hmm. Dus ik vind het jasje echt top, want het is niet fel, maar wel kleur of zo. Snap je wat ik bedoel? Ja, en je hebt wel ook zwart aan, maar toch met een beetje kleurtjes. Daarom, stop. En het is toch een beetje sexy en stoer. En ik kan het uittrekken als ik het warm heb. Ja. Ik vind het echt leuk. Ik ook. En ook met mijn Dr. Martens gewoon onder is gewoon... Ja, dan kan je gewoon de hele avond dansen. Er moet wel wat in voordat ik kan dansen. Een paar kleine drankjes en dan... Dan wordt de robot een of andere... Wordt hij iets aangesmoord. Oké, nou, ik vind dit denk ik wel echt de leukste look. Ik ook, sowieso. Dus high five to that. Goed gedaan. Ik ben blij dat je blij bent. Ik ben ook heel benieuwd wat jullie hiervan vinden. Dus laat het even weten in de comments hieronder. En wij schrijven even alle credits ook hieronder. Dus ja. Dan kan je eigenlijk deze look gewoon namaken. Heel erg bedankt voor het kijken. Doei! Oh, dit kan ik ook. Oh, ja. Oh, de love battle. Ja, die gaan we doen. Ja. Die is on. Oh. Gaan we dit doen? Wil ze ons helemaal niet. Nee, maar ik wil gewoon, weet je wat ik gewoon niet wil? Is nog een keer verliezen. Ja, ik wil wel expres verliezen of zo. Nou, dat vind ik wel lief. Maar dan moet jij wel de shirtjes drinken.